als we gaan kijken naar hoe de leerlingen thuisonderwijs hebben ervaren, dan zien we in het basisonderwijs dat 40% van de leerlingen zegt dat ze beter thuis zelfstandig kunnen werken. En een kwart, dat staat hier niet, maar een kwart van de leerlingen, die vindt het zelfs fijner thuis dan op school. En de helft van de leerlingen in onze populatie, die vertelde dat ze thuis meer leerden dan op school. En als we gaan kijken naar het voortgezet onderwijs, is dat eigenlijk vergelijkbaar. Ik moet even spieken hoeveel ongeveer. Maar 20% geeft aan dat ze thuis meer leerden dan op school. En de helft zei van de leerlingen in het voortgezet onderwijs in onze populatie dat ze beter zelfstandig thuis konden werken. Ze wilden meer online onderwijs dan voor corona, maar niet helemaal. Dus vervanging, ook wat Carla aan het begin zei, van het onderwijs, dat is niet wenselijk. Vind ik ook niet wenselijk trouwens. Er waren wel randvoorwaarden die ze stelden. Er moest meer duidelijkheid komen over de opbouwlessen. Ze wilden meer structuur. Waar staat de informatie? Wat zijn de deadlines? Ze wilden ook meer afstemming tussen docenten. En wat zijn de regels in een online les?